Dag beste kijkers en welkom bij de eerste Flavor Boys nieuwsflits. Vandaag hebben we de volgende onderwerpen. Een terugblik op de oefencampagne van de selectie ter voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen. De nieuwkomers aan het woord na hun eerste weken in Emmeloord. Tot slot een korte blik op de agenda. We beginnen de nieuwsflits met een terugblik op de oefencampagne van de eerste selectie. Op zaterdag 25 juli kwamen de spelers bijeen voor de eerste training. En een week later al werd de eerste oefenwedstrijd afgewerkt bij Almere City FC. De profs uitkomend in de Jupiler League waren met 5-0 te sterk. Voor Flavor Boys was het een leerzame middag. Vervolgens werd bij Berken met 0-0 gelijk gespeeld. Oud bij Spakenburg werd met 3-2 verloren. En de eerste overwinning was op dinsdag 11 augustus. 6-1 op eerste klasser ASV Dronten. De laatste oefenwedstrijd, thuis tegen Kwik 1887, werd met 2-1 verloren. Maar waar staat Flavor Boys eigenlijk na deze voorbereiding? Nou, op dit moment staan we denk ik precies waar we moeten zijn. We hebben een aantal wedstrijden gespeeld tegen tegenstanders die van tevoren al in te schatten waren als veel sterker dan ons. Dan mag je denken aan Almere City en aan Spakenburg. We hebben veel aandacht besteed aan onze verdedigende organisatie. En ik vind dat we daarin de stappen maken. Veel aandacht dus voor de verdediging. Wat betekent dit voor jouw aanvallers? Want Flavor Boys staat toch bekend als een voetballende ploeg. Nee, dat klopt. Maar Corné, op het moment dat je de verdedigende organisatie wilt trainen en op een goede manier wilt trainen, moet je daar natuurlijk met je oefeningen en met je weerstand aanvallers tegenover zetten die de juiste dingen doen. Dus dat krijgt absolute aandacht. En alleen in de keuze van tegenstanders in deze voorbereiding hebben we bewust gekozen voor sterke tegenstanders. Veel weerstand voor jouw ploeg in de voorbereiding. Zijn jullie nu klaar voor de competitie en de districtbeker? Nee, we zijn nog niet volledig klaar. Ik vind dat spelers zowel fysiek als mentaal, maar ook tactisch voorbereiden. En voor mij als coach ook om een team samen te stellen waarmee we gaan starten in de competitie. Daarvoor hebben wij ook de drie bekerwedstrijden nodig. Dus we hebben zeker nog 2-3 weken nodig om klaar te zijn voor de competitie. En daarmee geef ik al antwoord dat we nog niet volledig klaar zijn. Dus niet op ons sterkst zijn voor de wedstrijden in de beker. Maar dat verwacht ik ook niet van onze tegenstanders. En wanneer breekt dan het moment aan dat jij met je sterkst mogelijke basiself gaat beginnen? Jouw ideale elf? Ja, de basiself, die is er niet. Hè. We zijn in de gelukkige omstandigheid dat we heel veel spelers hebben die nagenoeg bijna even goed zijn. Maar die wel allemaal andere kwaliteiten hebben. Hè. Dus we praten niet over slechter of beter. Maar wel moet ik zoeken naar spelers die goed met elkaar kunnen samenwerken. Hè. Zowel het deel bij balbezit als het deel bij balverlies. En daar hebben we gewoon nog even een week of twee voor nodig. En een en ander zal in de toekomst ook misschien wel afhangen van tegen welke tegenstander we spelen. Flavor Boys beschikt het komend seizoen over een viertal nieuwe spelers. Jurjan Wouda, Lars Kleinstra, Timon Pen en William de Boer. Zij zullen het komend seizoen hier spelen op Sportpark Ervebos. De voorbereiding is inmiddels ten einde. En dus is het een goed moment om met hen terug te blikken op hun eerste weken in Emmeloord. Faciliteiten zijn super hier. Het idee van voetballen, van de trainers, ja, dat is echt top. Als je de trainingen ziet, zijn ook van hoog niveau. Ik vind het eigenlijk wel verlengde van het profvoetbal. Een hele goede voetballende ploeg. En soms komt er nog niet uit, maar het komt rustig aan. Hoog tempo. Ik kom natuurlijk uit de tweede klas. Ik ben hierheen gekomen om te leren. Ik ben nog jonger ontvangen. Vul zelf maar in. Ja, ik vind het echt een supermooie club. Ik ben hier vanaf het begin hartstikke goed ontvangen. En ik heb nu voor mezelf 2 wedstrijden gespeeld. 2 halve wedstrijden dan wel. En gaat hartstikke prima verder. Dus gaat goed. Ja, we hebben veel concurrentie voorin. Natuurlijk allemaal goede voetballers. En de kans zit erin of je speelt. En de kans zit er ook in dat je op de bank zit. Nou ja, dat zien we dan wel.
uiteindelijk zal de trainer wel de keuze gaan maken. En nou, wat keuze dat dan is. Ik moet gewoon zorgen dat hij voor mij kiest. En Rodney zal andersom net zo denken. Dus we gaan een lekkere, gezonde concurrentiestrijd aan. En we zullen wel zien het aan het begin van het seizoen. Ik volgend jaar wil ik wel graag in de basis spelen. Maar ja, dan moeten we maar zien. Lijkt me, hangt er maar net vanaf hoe ik mezelf ontwikkel. Dus. Het is puur een jaartje om er goed in te komen bij Flevo Boys. Ik denk het wel. Nou ja, de concurrentie is groot, zoals je weet. Veel jongens die op middenveld kunnen spelen. Nou ja, daarin zou ik mijn best gewoon heel moeten doen. En mij laten zien aan de trainer wat ik in petto heb. Maar je geniet zeer zeker bij Flevo Boys. Ja, dat zeker. Dat is wel belangrijk, hè? De afgelopen weken heeft William Mossing-Holstein kunnen puzzelen in zijn selectie. Maar aankomende zaterdag, dan spant het terecht om. Dan wacht de eerste wedstrijd in de Districtbeker. Een overzicht van de komende wedstrijden. Voor Flevo Boys start de Districtbeker op zaterdag 22 augustus met de uitwedstrijd bij Balk. Op dinsdag 25 augustus komt Go Ahead Kampen op bezoek. En in datzelfde toernooi komt op zaterdag 29 augustus SC Jouren naar Emmeloord. Zaterdag 5 september start de competitie. Een nieuw seizoen in de hoofdklasse C. Flevo Boys opent tegen Excelsior 31. Zo is er alweer een einde gekomen aan de eerste Flevo Boys nieuwsflits. Hartelijk dank voor het kijken. Heel graag tot de volgende.